Ach, wie kan zich beter wensen dan een Amsterdammer te zijn? Oh, goed, u kijkt al. Fijn dat u kijkt trouwens. Populisme is oplichterij. Kent u die uitdrukking, dames en heren kijkers? Populisme is oplichterij. Ik moest daaraan denken toen ik de Belgische wetenschapper en politicus Rick Torfs bij Knevel en Van der Brink op televisie tekeer hoorde gaan tegen de weerzinwekkende gedoogpolitiek van de Nederlandse regering. De sympathieke Rick Torfs was in het programma om over de Belgische politieke toestanden te praten, maar haalde ineens uit naar de Nederlandse situatie. Liever geen regering, zoals in zijn land, dan een regering die luistert naar de meest weerzinwekkende politici, die van de PVV. Hij zei het niet zo, maar daar kwam het wel op neer. En ik dacht, wat fijn om naar een hoogstaande en intelligente Belg te luisteren. Een man die op een heldere manier kan uitleggen hoe diep we in Nederland gezonken zijn. Dat zogenaamd beschaafde partijen zoals de VVD en het CDA zich de les laten lezen door het schorrie-morrie van de PVV. En dat ze daardoor meedoen met de oplichterij van het populisme. Dat ze zelfs in het populisme gaan geloven en net doen of de PVV'ers normale politici zijn. Dat ze meedoen om van Nederland een ongenuanceerd kretenland te maken. Nou, dames en heren, kijkers, ik kan me voorstellen dat je liever geen regering hebt, zoals in België, dan een regering die oplichterij hoog in het vaandel heeft staan. En vraag ik me af, hè, als je al die kranten leest, zouden de massa's mensen in Limburg die op een foute partij gestemd hebben, nu spijt hebben, nu ze beseffen dat alle kunst in Limburg uitgeroeid gaat worden? Populisme is oplichterij. Jammer dat Rick Torfs van Knevel en Van der Brink niet verder uit mocht praten. Maar wel fijn dat je weer even naar een echt mens kon luisteren. Een genuanceerd mens in plaats van de vele Hollandse schreeuwlelijke. Ho, nou, ik wens u een fijne, genuanceerde voortzetting en een aangenaam etensmaal met spijzen wat dan ook. Ja, populisme. Oh, gadverdamme. Mm-hmm.